je geweten kassier. Dank u, Sandra. Een van jouw mensen heeft ons achtervolging naartoe, je plusstikker. Een man met die naam William Arthur Johnston. Ons vermoed hij het verbrokken in het hospitaal vermoord. Ons mensen in Windhoek het ook die wrakstukken van die vliegtuig in die lijn erover gekregen. Geloof je mij nou? Nee, meneer Kreine. Die man in die vliegtuig was een van ons topmannen in Windhoek. Dokter, kom erin. Hallo. Goedemiddag. Neem je voor stekker maar deur. Kom eens weer. Meneer Kreino? Je hebt baie om te verduidelijken, meneer Kreino. Je maakt een fout, dokter. Het is jullie wat baie het om te verduidelijken. Als meneer Jones recht is, is het een van jullie mensen wat op ons losgetrek het. Eerst met een geweer op die plaats en toen met handgranaten op openbare pad. Hoe beduidelijk je dit? Als dit zo was, kom eens jullie naar de politie dan. Je weet goed hoe kom nee. Jij en je vrouw Steger is samen naar jouw plaats. Hoe kom? Omdat ik lust was. Het is mijn plaats, mijn vliegtuig, mijn tijd en mijn bezigheid. Niks is meer jouw bezigheid nie. Jij en sy het een lid of leden van die KGB op die plaats ontmoet. Onzin. Jullie vergadering is onderbreek door Smit. Ons het om zo'n te gestuur om vir jou boodskap te nemen. Het jullie allemaal netjes bij elkaar betrapt en jullie het van die gras afgemaakt. Je praat die grootste twak vast nummer. Hoe kon ik hem van die gras afgemaakt het? Sy lyk in een vliegtuig gesit het, die vliegtuig laat opstijgen, het, neerstort het en ontplof het. Sê my, hoe doen ek dit? Ek ken die detail nie, meneer Kreino. Ons het gehoop jy sou ons daarmee kon helpen. Maar daar is natuurlijk een makkelijke verklaring naar voor. Ik kon die vliegtuig gebruiken om te ontsnappen. Ja, en dus zit ik om achterna met een supersonische Land Rover en haal hem in 150 kilometer van die plaats af en schiet hem af. Moet niet kinderachtig wees nie. Als dit die beste is waartoe jij met jouw onbeperkte breinkracht in staat is, jy moet bewaar ons land. Voor iemand dat een sulke moeilijkheid is als jij, is jy bra onbehoopzaam. Ek in die moeilijkheid. Luister, als ik hier uitstap, ga ik recht uit politie toe. Vertel hulle alles, van A tot Z. Van Edda Steger, Brockhaus, Smit en Windhoek en jouw betrokkenheid. Ik is bevreesd, je kan niet die perceel verlaten. Nee. Je hebt geen recht om hier aan te houden. Nee. Je weet het. Meneer Kreiner, ik denk niet je begrijpt. Nee. Ons zou je er aan voor zolang als wat het ons behaag. Tot ons tevreden is, je praat die waarheid. Wat wil je van mij? Een bekentenis? Wil jy ek moet lieg en sê ek het jylle man vermoor? Herken ek het om doodgemaak uit selfverdediging. Nadat hy ons met handgranaten bestook het. Maar jy weet, dit pla my nie vir Stenburg. Wat my plaas dat daar een van jou mense op my plaas was met een geweer? Jy sê hy het een boodskap gehad om my te gee. Wat se boodskap? Jou telefoon was buiten werking, daar is sekere dinge wat ek dringend wil weet om met die versteker. Dis die lamsakkigste verskoning wat ek ooit in my lewe gehoor het. Jy stuur iemand al die pad van Windhoek af om my te sê dat ek jou moet bel. Wat is die vraag waar jy my vraag oor het, Edda Steger? Meneer Stegman, ek was kom niks verder op die oomblik nie, ek gaan terug kantoor toe. Meneer Kreino kan maar so lang hier bly totdat hy genoegsaam afgekoel het om soos 'n redelike, beskaafde mens te antwoord op vrae wat in landsbelang is. Verskoon my. Je moet ons niet onderschatten, meneer Kreiner. Je moet vooral niet de ernst van je positie onderschatten. Je maakt een fout, Furstenberg. Binnen een dag of twee gaan er meer dan 1000 mensen wezen wat naar mij zoeken. En die couranten. We zien hoe lang jullie mee gaan. Couranten zal niks publiceren. Nie? Dat is iets zoals veiligheidswetgeving in die land. Ja. Dokter Furstenberg, kan ik onmiddellijk met u praten? Ja.
Ons het vermoed dat ons op die spoor is van een van Stiggers se kollegas, 'n man met die naam William Arthur Johnston. Ek dink hy het verbrokke as in die hospitaal vermoor. Sandra Lou het hom ook vanoggend opgemerk toe ons vir Kreyne en vir Stigger by die lughawe genaam het. Maar as hy op sy spoor is, meneer Jones, hoekom bring jy hom nie in nie? Wel, ek het so gedink. As ons vir Stigger na 'n woonstel toe kan neem en haar as lokaas kan gebruik. Meneer Jones, jy is 'n mannetjie wat die geneigtheid het tot voortvarendheid. Ongelukkiger het ons nou al 'n slag of wat in die verleentheid laat beland. Ek weet nie hoeveel langer ek met jou geduld gaan hê nie, maar ek dink nie dis meer baie lank nie. Miskien moet jy daarmee gaan dink om 'n verplasing na 'n ander departement toe aan te vra. Versoeke van die aard klink altyd beter as dit vrywillig geskied. Wees nou eerlik met my, Ras. As dinge normaal was, as jy doodgewone joernaliste was en as Kreyne met jou wou trou, sou jy dit gedoen het. Natuurlik sou. Maar ons kan dit vir jou moontlik maak. Nee. Hoekom nie? Daar's te veel dinge wat jy nie verstaan nie. Verstaan alles. Ek weet nie wat jy bedoel nie. Hedda maar nog nooit in jou lewe gesien. Nee. Hedda, nadat ons jou losgelaat het, het jy in 'n taxi geklim. En die man het jou gevolg. En jy het by hom in 'n motor geklim. En van daar is julle na 'n restaurant in die Indeer Plaza. Hy was aan ons bekend as William Arthur Johnston. Gewees assistent-sekretaris van inrigting van Rhodesia. Hy was toe al 'n dubbelagent. Hy het vir Mugabe aan bewind helbring. En daarna het Mugabe oënskynlik saam met ander blanke ambtenare afgedank en uit Suid-Afrika toe gekom. Sy wat Brockhaus in die hospitaal vermoor het. Ek het sy foto en sy besonderhede aan die CIA en Engels en die Frans gesirkuleer. Ek het vanmôre reaksie gekry. Sy naam is Hans Stiger. Tweede in bevel van die KGB in Suid-Afrika. Toevallig ook jou broer. Is daar nog soveel wat ek nie verstaan nie? Jy ontken niks nie, Hedda. Ek het niks te sê. Jy weet as jy oor die KGB praat, inkrimineer jy hom. Jy weet, as ons hom vang, dan is daar geen sprake van begenadiging nie. Hy het jou tot nou toe by die KGB beskerm. Dus as hulle geweet ons het jou gevang, dan kon sal sy nie keer dat hulle jou likwideer nie, reg? Ekskuus, wil jy iets drinke hê? Nee, dankie. Hedda, jy ken hierdie besigheid. Ons het baie geduld. Al vat dit maande, ons sal jou nie laat gaan voordat ons weet wat ons wil weet nie. Jy sal niks by my uitvind nie. Ek sal hê. Dis 'n gemors van tyd. Ja. Ek weet nie wat julle hoop om uit my te kry nie. Kan nie bekendtenisse maak oor dinge wat nie gebeur het nie. Ja, hier is om met die tyd los kry om te praat. Jones. Jones. Jones, ek vind jou baie interessant. Is jy getroud? Nee, Kreyne. Ek dink hier vra ons die vraag en jy gee die antwoord. Kom ek sê jou wat? Julle het besluit dat daar iets in Suidwes gebeur het. Julle het 'n teorie daaroor geformuleer. Julle wil hê ek moet daardie teorie staan. Baie onwetenskaplik, nee, Jones. Dis jammer jy het nooit chemie geswat nie, nee. Ek het 'n meestersgraad in chemie. Werklik? Ja. As jy moet weet. Wel, jy maak my dag. Ek het werklik gedink ek is in 'n klomp marone verval. Vertel ons liewer van Suidwes. Nee. Vertel jy eerder vir my hoe is dit moontlik dat ek julle man kon vermoor het? Hoe is dit moontlik dat ek 'n dooie man in 'n vliegtuig kon sit? Die vliegtuig laat opstyg en dan later weer neerstort. Is Fürstenberg se simpel teorie daai nie myne? Ah. Ek bemerk 'n swempie van intelligensie.
Nou ja, als ik die ongeluk niet zo gepland heb, zeg me hoe heb ik het gedaan? Meneer Kleiner, ik stel niet belang in die ongeluk. Nee, ik stel belang in wat Hedda Stegger voor jou vertelt. Van die KGB? Ja, van die KGB. Ik neem aan jullie daarover gezegd. Nou, als het, baie. Maar ik ga niet daarover praten. Je weet niet, Kleiner, wat ik van jou niet kan verstaan. Is dat jij bereid is om jouw positie in gedrang te brengen om hierdie vrouw mens te beschermen. Ik weet, je is misschien lief voor haar. Gebeur met enige hou. Dus is een verkoue, allemaal krijg het. Maar hoe gauw jy daar oorkom, hoe beter. Is dat een interessante filosofie? Jij weet, sy is KGB. Ik weet het. Jouw voorzitter weet het. Die minister weet het. Sy belieg jou om elke hoek en draai en toch weier jij om samen te werken. Zeg mij, meneer Kreiner. Het jy daar Stegger jou oorreed om oor te stap naar hulle toe? Kom nou, Jones. Hoe oud denk je is ek? Al het allerlei manieren, meneer Kreiner. Zeg mij, wat was het? Geld. Je weet, mijn ma had altijd gezegd, het is vulgair om te praten over geld. Maar als je mij dwing, ik is oor en oor een miljonair. Denk je, ik ga mijn leven weggooien voor nog een paar rand? Nou, wat was het dan? Ik vertrouw jullie niet. En hoe zo? Kijk, als hij daar Stegger begint praten, weet zij dat zo goed alsof zij haar eie doodsvonnis onderteken. Ik weet niet eens of ik dit voor jou moet noemen, maar ik neem aan, je is iemand met een beetje discretie. Daar is iemand binnen nationale veiligheid, waar op die KGB zijn betaalstatus. En als hij daar begint praten, zal die persoon haar stil maken. Trouwens, net als wat Smit probeert. Hij mag jullie topman geweest zijn, Jones. Maar hij iemand in jullie organisatie probeert te beschermen. Is je ernstig? Dus kom hier dan, ik kan praten. Maak het voor je zin. En weet zij wie het is? Nee. Maar als hij begint informatie geven, dan gaan jullie verwachten dat zij met name in die KGB. En dan gaan jullie één voor één beginnen intrekken. En kort voor lang, dat jullie bij die man wel weten wie jullie verraaier is. Wat ik hiervoor probeer te zeggen, Jones, is dat hij daar niet veilig bij jullie is. Ze is veilig bij ons, ik geef mijn woord. Maar niet naar die kies. Zeg maar, is hij daar bereid om oor te lopen naar ons? Ze is hier. Maar niet zolang wat je schoppensboer vrij ronken. Schoppensboer? Ja, je weet, Mos. Hij wat hier die nacht ons pret beloer. En laatste lach. Is Skoppensbok. Precies. Kijk, Kleiner. Niemand kan hier aankomen. Hier is wachten, dag en nacht, oral. Hedda is hier zo veilig als morgen heel dag. Niet als Skoppensboer. Jij is. Of Stegman. Of Furstenberg. Of zelfs die dame wat nou bezig is om Hedda te ondervragen. Je ziet, Jones. Brockhaus is in die hospitaal vermoord. Terwijl hij onder streng bewaking was en terwijl jullie naar zijn geëil op band geluisterd had. Hoe weet je dat? Hij had mij verteld. Ik mag daar oningelig wees, maar die KGB is niet. Hoe kom anders dan je is Brockhaus vermoord? Omdat hij gepraat had. Daarover. Mevrouw Stegger, je kleine hoort mij vertel van je vermoeden dat iemand in ons departement is. Het is niet een vermoeden, niet is een feit. Jij zal niks oplossen die je stil bent. Ik beloof je, als je met mij praat, dat net is ons doen. Nee, dank je. Ik is niet zo naïef. En zo is het. Ken je dit? Het is niet stil, ik zeg. Ja, wat jij Londen toegestuurd. Het is moeilijk. Ons het ook een decodificeringsdepartement, juffrouw Stegger. Al het van jou telex heb ik hier ontrafel. Hier is die boodschap waar je deur gestuurd in die KGB.
Die eerste handel oor die Laxman missiel, is maar net 'n paar tegniese gegevens. Die tweede gaan oor 'n evaluasie van die politieke gevoel indien daar 'n aanval uit Mosambiek sou wees. En die derde het iets te doen met die beïnvloeding van liberaal gesinde studente in Kaapstad en Johannesburg. Die kontakstudente word aangegee as Axel Brofie en Tiger. Ek neem aan dis kodename. Op die oomblik is die kodifisering besig met 'n paar van jou ander telex en ek moet sê, dis 'n geweldige taak. Jy was die afgelope 2 jaar baie bedrywig, juffrou Stigger. Ek het nooit ontken dat ek informatie deurgestuur het nie. Ja, nee, ek weet. Al wat ek probeer sê, is dit. Of jy nou met ons praat, of nie. Ons het jou communicatielijn ontdek. Ons het jou codes ontcijfer. So, ons informatie sal ons kry. Maar dit sal jou help, as jy bereid is om met ons te praat. Jy weet, partykeer kry ek die idee jy wil nie verstaan nie. Kreiner het vir jou gesê van die man in nasionale veiligheid, maar jy wil nog steeds sê ek moet my nek uitsteek. Ja, maar goed. Kom ons praat van daai man. Skop en spoor, soos wat kry nou. Kry nou sê vir my, jy weet nie wat sy identiteit is. Nee. Jy moet toch 'n vermoede, hè? Meneer... Jones. Ach, excuse. Meneer Jones. Daar is een ding wat jy goed moet begryp. Daar is geen manier hoe jy my aan die praat gaan kry. Geen manier. Behalwe deur Hans Stigger. Wat bedoel jy? Jou broer. Het is net 'n kwestie van tyd voor ons om vas te trek. Hy het 'n moord gepleeg, juffrou Stigger. So hy weet, of hy praat, of hy swaai. Julle sal hom nie vang nie. Wat wil jy my weet, juffrou Stigger? Mevrouw Moret? Ja? Jones, Nationale Veiligheid. Ons is op zoek naar je broer. Nationale Veiligheid? Wat wil je met Hans maken? Een paar vragen. Ik weet niet waar hij is. Nie. Hij is in elk geval oorsee. Hoe weet hij dit? Hij is al 6 of 7 jaar daar. Hij is ingenieur. Hij schrijft zo 2, 3 keer per jaar voor mij en voor mijn zuster. Kom, zoek je om. Hij kan ons misschien helpen met de zaak waarin ons werk. Ons het reden om te gloeien is hier. In Johannesburg. En sy het geweet het. Sy sien teruggekom het sonder my te laat weet nie. Luister, wat is aan die gang? Is jy ook betrokke? Hoekom vra jy dit? Vra sommer. Ek sou graag wil weet hoekom jy dink jy suster is ook betrokke. Is iets vir jy gesê? Nee. Nou, hoekom dink jy dan so? Ek sê mos ek vra sommer. Kreine het my gesê sy is betrokke by iets. Kreine? Sê my vrou Moret, het die broer enige stokperkies? Nee. Wat doen hy in sy vrye tyd? Hy sport, maar hoekom vra jy? Wat is 'n soort sport? Muurbal, hardloop, enigiets, hy is fiks bevange. Fiks bevange? En daar was hij afgelopen 5 dagen niet op kantoor nie. Wat gaan we dan? Schip gezegd, dan ga ik hier weg. Haar baas, hè? Ze is in het hospitaal voor een kleine operatie. Ja, dat is ze. Zij legt mij niet in over haar gezondheidstoestand. Ben je ongeërgd over je zuster? Kijk, Wernerstrom. Maar werk, ik is bezig. Ik kan niet de hele dag achter mijn zuster aanlopen. Lonsen is niet bij tevreden met de gehalte van haar informatie die afgelopen 5 weken. Kom als je zus niet ziet, wie dit. Partijkeer is het goed, partijkeer is het slecht. Wat fout me dan? Hoe kom? Blijkt me je scherm er iets. Scherm niet.
Ik weet niet waar ze is, dat is al. Ze is een paar dagen weg. En geef Fran niet waar je niet. Niet meer probeer bluffen. Ik moet gaan. Steger. Ik heb afspraken in de stad. Dat is vandaag dinsdag. Ik wil haar vrijdag zien, zo als je niet weet waar ze is. Nie. Vind uit. En al eeuwenlang. Ik weet dat ze kort kennis geven, maar ik het jou ook nog. Wat zit hier in slag? Nog steeds ons vriend Steger, maar hier een keer. Ik wil jou voet doen. Jullie zullen het met ambtelijk maken. Ik kan niet die hele Johannesburgse politie aansien om een man aan te keren als hij niet weet wat die aanklag is. Maar je weet wat die aanklag is, dat is moord. Ja, maar als ons om mijn heet of zo. Die is niet ons Johan op zijn lijf krijgen. Niet eens voor ondervragen. Nee, veiligheidspolitie is omvat. Maak het liever ambtelijk. Ik kan niet. Hoe kom je? Ach, zijn langste. Goed, ik zie zoveel zeggen. Ik wil niet heen mijn departement moet weten als ik hem niet aan kan krijgen. Het zal zeker niet helpen als ik je vraag, hoe kom je? Nee, niet nou. Wist je, maar je kan zien, je zoekt hier over een of ander iets voor ondervragen of zoiets. Dat kan zeker. Jij is bezig met iets wat mij in moeilijkheid gaan krijgen. Jou in die moeilijkheid? Wist je, als je hem opspoort, moet hem je aankeren. Zij me niet waar is, en ik zal je reis doen. Ik zie wat ik kan doen. En dan is jij met hem klaar, ons zoek om vermoord. Ja, goed. Je gaat maar één moeilijkheid krijgen. Zie je wel, mevrouw. Ik kom moeilijkheid. Ja, net 6017. Geen me net een uur, mijn taal, had jij gezegd. Jullie dag is de tijd gehad, wat het je uitgevind? Zalch. Alsof jij veel beter gevaar in mijn krijg nou. Dank je, ja. Tot ziens. Ik is moeg, ik heb vakantie nodig. Ja, hardloop weg is dingen te moeilijk raak. Je weet, soms denk ik moet ik haar oorgee aan die veiligheidspolitie en mijn handen in onschuld was, voor haar en van Kreino. Nou, hoekom doen je dit niet? Weet je, van het ons haar ingetrek, het ons nog niks bij uitgevind, ja? Nog niet één stukje informatie, nie. Behalve wat je kan afleiden uit Telex. Wat ik kan afleiden uit Telex is dat zij damn goed is. En die omvang van haar werk is baie breder as wat jij of ik gedink het. Ons het gedink het gaan oor wapens en wapentuig en strategische informatie. Dis maar die punt van die ijsberg. Het gaan oor die hele spectrum. Dit gaan oor die organisatie van studentenprotest, opstande, staking, sabotage. Je weet net dat Telex het ons genoeg informatie om haar te kan hang. Besef hier, dit is hoogverraad. Ek het nuus vir jou, meisie. Hedda Steger is 'n West-Duitse burger. Hoe weet jy dit? Ek doen ook so af en toe iets. Ik heb ons West-Duitse nummer voor eten gevat om uit te vinden van haar en haar broer en toen zei hij mij. Als hulle uitvindt, ons het haar, gaan die West-Duitse ambassadeur een nota skryf vir haar uitlevering of hy gaan tenminste daarop aandring om haar te zien en dan blaas daar hele ding in ons gezicht genoeg. Sy het 3 jaar geleden West-Duitse burgerschap gekry net voor sy teruggekom het. Ons was dom geweest. Ons moest het op leer gehad en ons het nie. Wees jy nie. So wat maak ons nou? Nee, ek weet nie. Ik kan niet denken op honger, maar ik was geen. Je nooit meer vereten. Romantisch, dat toch? Je doet het nooit. Hier is een bottle wijn, hamburgers. Als je weet dat je geen klas hebt. Al is laatste maand te veel inkomstenbelasting afgedreven? Ik tackle hierdie man dubbel af. So, hierdie man hamburgers. Wat ek net vir jou sê, as jy my weer vra vir ete, dan wag jy dat dit 'n beter maand is. Ek gaan 'n kraan soek. Jy wil nie eet ek. Maar voor jou, chef. Als een verraaier in ons midden, wat zie je die actie weer? Een verraaier? Kijk, nu zei daar is iemand bij ons op die KGB zijn betaalstaat. Dus kom er niet op praten. Want is bang voor de korte tijd om terug Moskou te. Wat denk je daarvan? Het gebeurt al die tijd. Kim Philby, Donald McLean, Guy Burgers. Donald McLean was eerste secretaris van de Britse ambassade in Washington. En Philby is amper directeur geworden van M16. Ik kan niet onthouden wat Guy Burgers gedoen het, nie, maar... Hij was ook hoog op. Zo is het in Londen kan gebeuren, kan in Pretoria ook gebeuren.
So jy dink is dit waarskynlik? Nee. Ek dink is onwaarskynlik, maar is moontlikheid. Wat so goed is dit daar? Dis flaminke? Nee, man, pelikane. Groot bek, hè? Lyk nogal bekend, nie? Ek dink Hedda Steger wil nie praat om haar broer te beskerm. As ons van Steger kan intrek, dan kan ons hom oor red om te praat. Hy sal bang wees vir sy eie nek. Ons Steger intrek sommer net so. Gees laf, man. Ons kan vir Vissenberg vra om asiel te doen. Ag, gees mal, man. Vissenberg praat nie eens met die kommies nie. Wat nog te sê van asiel? As ek 'n ooreenkoms kan maak met Hedda Steger, as ek vir haar kan sê, ons sal haar siel verleen aan haar broer. Jy bedoel vir haar lief? Ja, as dit moet. As ons vir Hans Steger het, kan ons die organisasie 'n knou gee. En die grootste deurbraak is wat ons nog gemaak. Ja, hy sê eers vir Vissenberg moet oortuig. Man, Vissenberg moet 'n polisieman gewees het. Hy wil almal net vang en aankla. Ek moet hom praat. Moenie simpel wees nie, Sandra. Jy is 'n vroumens. Wat kan jy uitdruk? Jy weet, as dit jou pas as ek 'n stupid vroumens, maar as dit jou die volgende dag pas, as ek goed genoeg om jou vuilwerk vir jou te doen, nê? Klim van jou perkie af, man. As jy soos 'n man was, het jy nie net nog gemoun oor jou hamburger nie, en jy het geëet. Soos 'n man. Gesies tog. In elk geval, ek het nie tyd om in dieretuine rond te karring nie. Ek het werk om te doen. Anders is sekere mense wat ek ken. Jou onderrok hang uit. Jy sien, typies vroumens. Meer besorg oor jou onderrok as oor jou job. Twyfels is al vol daarvoor, maar jy kan probeer. Ons natuurlijk nog die vraag of Steger daarvoor te vindig gaan wees. Dan gee jy pad. Dokter sê ek die ding sien kan ons niks verloor nie. Sy sal op aarde nooit praat solank wat sy hom in die gevaar stel by die KGB nie. Goed. Moet julle kan aangaan, maar ek wil weet wat aangaan. Elke dag, is dit duidelik? Ja, dokter. As jy iets verkeerd gaan, is dit ek wat in die regering moet verduidelik. En dit doen niks sonder om my eers te raadpleeg. Nou goed, dokter. Het zou zelfs lekkerie geweest het als het niet vuile was, nie. Laat iets, joh. Nee, dat is niet die vermorsing van tijd. Ik heb een besluit genomen. Het was niet makkelijk. Maar ik heb vandaag gedink, ik wil niet meer langer iets doen waarin ik niet geloof, nie. Ik is bereid om met jullie mensen te praten. Maar op één voorwaarde. Het laat toelaat dat mijn broer die land verlaat voordat ik begin. Skoppensbroek. Wie hy ook al is, hy sal seker self vlug die oomblik as ek begin name noem. Jack, dis asof daar 'n las van my skouers af is vandat ek besluit het. Vandat jy in my lewe gekom het, het alles verander. Ek wil ook eendag huis hê en kinders hê en gelukkig wees. Die eerste keer besef ek nou, ek is nie juist 'n politieke mens nie. Die eerste keer wat jy so eerlik is. Dis omdat ek lief is vir jou. Ek het harde teen beplek van die begin af. Ek het besef, my werk durf ek nie betrokke raak nie. Maar ek kon myself nie help nie. Vandat ek jou ken, het ek selfs my Bybel weer begin lees. As ek al gebeur dit weet, stuur my direct terug Moskou toe. Is jy bang vir my? Ja. Steger? Ons is hier om vir jou aanbod te maak. Ons moet met jou broer praat en daarna is ons bereid om vir hom asiel te reël. Ons lees jy moet gous moontlik met hom verbinding tree. Dit vir julle 'n soortgelyke voorstel. Dit is bereid om met julle te praat, maar as julle toelaat dat haar broer veilig die land verlaat. En ek wil daarby iets voeg, Jones.
Dat wat zij ook al voor jullie sê, nie in jou departement gecirculeerd word. Ek stel haar in belang dat sy in die lewe bly. Jy sien, meneer Jones, ek glo nie heeltemal jou story oor asiel nie. Asiel word verleen deur 'n regering, nie deur 'n ambtenaar in 'n departement nie. Ek verkies om my metode te gebruik. Wat is dit? Ek sal praat sodra ek 'n boodskap uit Londen kry dat my broer veilig is. Was dit jou idee kry nou? Nee. Maar is bly jy daar so nugter oor alles. Ek weet van julle vermoë om te lieg net om julle sin te kry. Maar goed. Wanneer kan jy met hom 'n verbinding tree? Sodra ek my woonstel is en sodra Jack vrygelaat word. Sy magtiging probeer kry. Daar's 'n foon in die huis. Ek is seker jy kan Forsenburg sommer van hier af bel. Michael, daar was de telex Londen toe. Sy is terug by die huis. Reële ontmoeting môre op die gewone plek. Hallo? Hallo. Heather, what a surprise. Are you fitting well? Yes, I'm fine, thanks. Oh, we would have sent flowers to you. We didn't know where to send them. No, I'm fine. Good. Well, nice to have you back. Ek sal langs aan jou. Hallo? Ons het die telex gekry. Ek moet jou dringend sien. Martin is agterdogtig. Ons moet ontmoet. Ek kom 4 uur af. Ek sal ontmoet op die gewone plek. Maak dubbel seker hy word nie agtervolg nie. As ek 4:45 nog nie daar is nie. Kontak my deur Julia. Hy het kontak gemaak. 4 uur. Kom saam met my en dra my saam op vlerke van